Nou, we staan hier in de museumwinkel van Museum De Lakenhal. De Lakenhal, wereldberoemd natuurlijk door de lakense stoffen, de grote industrieën, met name in de 17e eeuw, toen deze keurhal gebouwd werd. En wij hebben voor de heropening de afgelopen jaren aan 5 Nederlandse ontwerpers een opdracht gegeven om voor ons nieuwe wollen stoffen te ontwikkelen. Je ziet ze hier aan ons stoffenmeubel. Daar zitten ze op de rol. Ze kunnen per meter verkocht worden, gekocht worden. En we hebben ook een aantal do-it-yourself pakketten in de aanbieding. Zodat je een setje krijgt van wat je er bijvoorbeeld mee zou kunnen maken. Ik heb hier een stalen boek van de verschillende stoffen. Dit is een echte lakense stof van bureau Inside Outside, Petra Blaise en Peter Niesen. Die zijn voor ons naar Oostenrijk gegaan, waar nog eigenlijk op dezelfde manier zoals in Leiden in de 17e eeuw stoffen geweven werden. Dat nog steeds daar gebeurt met wollen stoffen. Wat wij heel graag wilden was een stof die aan 2 kanten verschillend was, echt contrasterend. Maar dat beide kanten wel gelijkwaardig waren, dus dat er geen voor- of achterkant is. Je ziet de stof nu eigenlijk van de lengterichting loopt zo. Dat betekent dat hier uit het midden van de stofbreedte loopt er een contrasterende streep over de hele lengte. En die wordt doorsneden door horizontale lijnen die in een heel onregelmatig ritme, wat constant verandert, over de breedte van de stof lopen. Nee. En dan heb je hier nog de stippen. Die hebben we eigenlijk handmatig op de hele rol afgerold en handmatig aangegeven waar welke stippen moesten komen. Je ziet hier alleen rode stippen, maar er zitten ook nog witte stippen op. En die stippen die refereren weer aan de kaartjes, de samplekaartjes die we hier hebben mogen zien in het museum van alle stoffen, van alle stalen kaarten die ze hadden. En daar werden de namen bij geschreven en er stond ook een kleine stip bij. En dat vonden wij mooi. En je ziet dus eigenlijk doordat die stippen, omdat we die handmatig opgedaan hebben in dat onregelmatige ritme, is iedere meter van de stof is uniek. Er is geen enkele meter is hetzelfde. Een heel andere stof, een hele dunne, een crepe, een hele dunne wol met een mooi raster, is ontworpen door Edwin Oudshoorn. Een kort verhaaltje. Ik ben de derde ontwerper van Nieuw Leids Laken, Edwin Oudshoorn. En we staan hier bij mijn stof en de jurk die ik ontworpen heb voor de Lakenhal. Het is voornamelijk een zomerse lichte wollen stof. Met een dessins gebaseerd op het Amphora vase uit de collectie van de Lakenhal. Een porseleinfabriek uit Oegstgeest. Dus ook de regio is weer vertegenwoordigd hierin. De stof is geweven in Engeland met een ruitpatroon van chenille-draad en is later digitaal geprint in Nederland. De derde stof is van Claudie Jongstra, een bekend ontwerper die vooral met vilt werkt, maar voor ons is ze ook gaan weven. En het totale patroon, dat is, dit zijn natuurlijk maar staaltjes, het totale patroon is ook in ons museumcafé te zien. Het zijn allemaal afbeeldingen geweven van verf. Pigmenten, verfplanten die pigmenten in zich hebben, waardoor je stoffen en garens kunt verven. Wat wij doen als we de stoffen per meter verkopen, of 50 centimeter of 2 meter, dan wordt daar, net zoals in de 17e eeuw, een Leids lakenloodje aanbevestigd ter goedkeuring dat het echt het keurmerk van Leiden mag dragen. En wij hebben een nieuw ontwerpje daarvan gemaakt op basis van de oude echte loodjes. Christy van der Haak, een kunstenaar uit Den Haag, heeft ook voor ons een stof ontworpen. Een patroon wat ze eigenlijk in 2 varianten heeft laten weven in het textiellab van het Textielmuseum. Dit is de heel veelkleurige, dikke, stevige stof in prachtige tinten. Het is geweven op een witte en een zwarte ketting. Dat is bijzonder en duur. En er is ook een lichtere variant, een veel soepelere stof in 2 andere kleuren van geweven, waar je veel makkelijker een stolaatje, een omslagdoek of iets anders van kan maken. En dit is toch meer een interieurstof waar je bijvoorbeeld kussenhoezen of een bankje mee kan bekleden. Ik ben destijds gevraagd als eerste door de Lakenhal om Leidse laken te ontwerpen. En ik vond het eerst wel moeilijke vragen, omdat laken altijd
een effen stof is. En mijn werk kenmerkt zich door heel veel patronen. En dus ik dacht, ja, ik kan niet een effen stof ontwerpen. Dat ben ik heel gauw klaar. Maar dat was in orde dat ik een patroon zou maken. En dat patroon is geïnspireerd op prachtige zakdoeken die in collectie zijn. En waar ook heel erg mooie patronen op voorkomen. De vijfde stof is van een jonger ontwerper, May Engelgeer. Zij heeft in 2015 een open call gewonnen in het museum. En zij heeft zich letterlijk laten inspireren door onze collectie stalen stofjes van de firma Krans. Dat was een fabriek, een lakenfabriek, die tot 1977 in Leiden lakense stoffen maakte. Leiden was bekend om met name de blauwtinten en de zwarttinten. En zij heeft een heel mooi grafisch ontwerp gemaakt, wat gebaseerd is op die oude staaltjes. En de horizontale of verticale balkjes die erin zitten, die refereren aan kleine etiketjes waar altijd opgeschreven werd van wat voor soort wol het was, wanneer het geweven was, aan wie het verkocht werd. Het mooie van deze stof is, en dat is vaak bij hele mooie weefsels, is dat je bedenkt een patroon, het wordt geweven, maar dan is de achterzijde minstens zo mooi. Dus deze stof hebben we ook, verkopen we ook als tweezijdige stof. Deze zijde heel poëtisch. Hier zie je heel goed hoe die weefsels en die bindingen allemaal in elkaar zit. En zoals gezegd, aan de andere zijde zit het grafische ontwerp. Dat is in sfeer dus heel verschillend. En het do-it-yourself pakket voor deze stof is dan ook een kussenhoes, waarbij je aan de ene zijde het grafische patroon laat zien en aan de andere zijde de meer poëtische variant. Nou, hier staan de do-it-yourself pakketten die je ook kan kopen. En dan koop je een tas met alles wat daarin zit. En daar wordt dan nog de stof aan toegevoegd. De stof van Petra Blaise, daar hebben zij van het bureau een hele mooie tas voor bedacht. Wil je die maken, dan koop je het pakket met de stof en kan je thuis aan de slag. Kussenhoes voor May Engelgeer, wat ik net al vertelde. Tweezijdig. Je kan het natuurlijk ook allebei dezelfde kant aan beide kanten aanbrengen. Een prachtig sjaal van Edwin Oudshoorn. Zijn ontwerp is 1,40 bij 1,40. En als je dat uitvouwt, krijg je een fantastische grote sjaal. Heel licht, makkelijk om te doen. En hij heeft deze sjaal zelf gedecoreerd met allerlei kraaltjes, pailletjes. Dus als je dit do-it-yourself pakket koopt, zit daar ook een zakje met allemaal van dat soort kraaltjes en pailletten in. Van Christy van der Haak hebben we een stola, of heeft zij een stola laten ontwerpen. Ook tweezijdig. Je ziet aan de andere zijde ook de andere knoop. Dus je kan hem aan twee kanten dragen. En al deze foto's die hier op de pakketten staan, dat is een fotoshoot geweest met Koen Hauser. Welbekend fotograaf die in Leiden woont. En die heeft een prachtige plekken in ons museum uitgezocht om een combinatie te maken met objecten uit het do-it-yourself pakket.